De Surinaamse politicus en oud-parlementariër Charles Oom Tjalie Palat is afgelopen zondag op vaderdag overleden. Hij was al een tijdje ziek. Palat begon op jonge leeftijd met zijn zangcarrière en richtte later de populaire band The Silver Strings op. Hij werd net als zijn vader en grootvader ondernemer. Bij het grote publiek werd hij bekend toen hij zich met de politiek ging bemoeien. In zijn jonge jaren zou hij op de NPS hebben gestemd. Hij was van 2005 tot 2015 lid van de Nationale Assemblée voor de NDP. In 2015 keerde hij de partij de rug toe en stapte over naar de VHP. Palat was een veelbewogen mens die op diverse gebieden jarenlang zijn bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van Suriname. Charles Palat werd 81 jaar oud en zal in besloten kring worden gecremeerd. ATV condoleert de familie en de samenleving met het heengaan van Charles Palat.